Ja, dit hadden we nog niet gezegd. Misschien bewust. Het is nogal lastig trouwens. Maar kunt u dus ook gewoon de toren beklimmen en helemaal naar boven gaan? Nu staan we nog hier, maar binnen een paar minuten staan we daar boven op de Belforttoren. We zitten hier. Of hier, al naar lang. Het is bijna halverwege, maar we moeten eigenlijk naar Hinder. Allee, ik bedoel... naar daar. Zie je mee? We zijn er bijna. Als iets later komt en nog die klok wordt, nog pot doof ook. Peppie en Kokkie. 231 treden. Oké, het is misschien vermoeid, maar het zicht is fantastisch van hieruit gezien. En eigenlijk begrijp ik dat zelfs nog beter. Waar verhaal Wereldoorlog 1 hier in deze streek omdraait. Wat deze plek zo speciaal maakt. Want die brede hyperboog waar werd gestreden ligt hier gewoon in een... ja, het ligt gewoon voor het grijpen. Dus eigenlijk begrijp je dan maar al te goed dat de Duitsers deze toren wilden bombarderen en aan de andere kant dat de geallieerden deze toren kost wat kost wilden behouden als uitkijktoren. Dus als je naar het museum komt, laat dan zeker niet na om de trappen te beklimmen.